Het is al even geleden, maar ik denk dat er weinig zijn die op 8 maanden oude leeftijd toch zo'n blijvende indruk konden achterlaten in het straatbeeld van Tiel. Dus daar ben ik wel heel trots op. Ik ben Else Rinalda. 30 jaar geleden heb ik aan de wieg gestaan van deze flipje hier in Tiel. Ik was in verwachting toen ik de opdracht kreeg om het beeld te mogen maken. In oktober werd mijn dochter geboren en in juni is het hier geplaatst. Dus ik heb al die tijd met haar om me heen dit gemaakt. En dat heeft me natuurlijk uiteraard heel erg geïnspireerd tot deze stralende flipje. Zo zijn bijvoorbeeld de handen van Flipje Tiel geïnspireerd op de handen van haar dochter. Nou, lijkt het nog een beetje? Dan zie je een beetje het gezicht van, ja, van jou en je neefje ook. Een bozaartje ook. Ja? Leuk. Ja. Zie je het of niet? Beetje fantasie, denk ik wel. Het is al even geleden, maar ik denk dat er weinig zijn die op 8 maanden oude leeftijd toch zo'n blijvende indruk konden achterlaten in het straatbeeld van Tiel. Dus daar ben ik wel heel trots op. Flipje en ik zijn dus eigenlijk leeftijdsgenootjes. Hoewel hij wel iets meer de eeuwige jeugd heeft, denk ik. Ik denk het ook, Lau. Ik denk het ook. Young forever. Ja. Blijft hij, hoop ik. Maar Else heeft zich ook laten inspireren door haar eigen jeugd. Want als klein meisje was ze helemaal verslingerd aan de stripboeken van Flipje Tiel. Oehoe bromde op het eten en op de provisiekast. Maar toen Flipje aankwam dragen met een potje Betuwe jam, kwam de zon plots door. En Oehoe lachte en bedankte hem. Nou, zo moralistisch en slim en braaf was Flipje. Dat wilde ik ook wel laten zien in het beeld. Pietje Bel had ik veel meer in mijn hart dan Tiels Flipje. Dat brave, dat sprak me niet zo heel erg aan. Maar ik was wel erg blij met die boekjes hoor. Mijn moeder die kocht geloof ik die jam en dan kon je de boekjes sparen. Of wij hadden in ieder geval geen Donald Duck. Dus dan is het natuurlijk heerlijk als er zo'n nieuw boekje binnenkwam. Dat Flipje met zijn handen naar de hemel reikt, heeft alles te maken met een uitspraak die Else zich nog van vroeger herinnerde. De hemel geeft wie vangt die heeft. En zo'n fruitmannetje weet dat beter dan wie dan ook. Want kijk, zon vinden wij allemaal heerlijk. En als het regent, dan kunnen we denken, oh, regent alweer, regent al de hele maand. Maar Flipje, dat kleine framboosje, die begrijpt ook heel goed dat je regen net zo hard nodig hebt als het heerlijke weer van vandaag.